We staan hier op de Knardijk, middelpunt van Flevoland. Een belangrijke historische plek in de ontwikkeling van dit gebied. Niet voor niets drooggelegd, niet alleen voor de voedselproductie, maar ook voor de stedelijke ontwikkeling. Ruimte bieden voor Nederland, ruimte bieden voor economie, ruimte bieden voor de natuurontwikkeling. Dat alles staat niet alleen in de agenda van het verleden, maar ook in de agenda van het heden en de toekomst. We gaan nog veel verder met die ontwikkeling. De uitbouw van Almere, de uitbouw van Dronten, Lelystad, ontwikkeling van de Noordoostpolder. Er staat ons nog heel veel te gebeuren. Een provincie ontwikkelen, dat doe je niet alleen als provincie. Samen met gemeentes, samen met het waterschap, samen met alle overheden die daarbij betrokken zijn, ook de landelijke overheid, maatschappelijke organisaties, de inwoners van Flevoland en natuurlijk voor zover mogelijk ook de toekomstige inwoners van Flevoland en het nieuwe bedrijfsleven. Dat is een complex proces waar we met trots aan werken en waar we ontzettend veel plezier aan beleven. Want het is een prachtig resultaat wat we al hebben neergezet. En ik geloof erin dat wat we neer gaan zetten ook weer een prachtig resultaat zal zijn.